Hi, ik ben het. Je man Kevin. Welkom bij deze nieuwe serie op mijn kanaal. Ik upload deze week elke dag een video met 5 verschillende tweelingen. Jullie kunnen via de comments en social media laten weten wie jullie favoriet is. Het meest favoriete duo is vanaf dan de leukste tweeling van Nederland. Mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Calvin, a.k.a. Kelvin, a.k.a. The Guy. Die de hele week video's maakt met tweelingen. Waarom? Ik weet het niet. Ik weet wel waarom ik het doe. Ik heb 2 redenen waarom ik dit doe. Maar deze video is omdat ik 1 jullie aan het lachen wil maken. Want ja, weet je, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Als je naar mijn video's kijkt, dat je gewoon soms even dat glimlachen zo even. En de tweede reden is omdat ik op zoek ben naar de leukste tweeling van Nederland. Ik maak de hele week allemaal video's, elke dag met een tweeling. En vandaag zijn dat deze twee. Hallo. Hallo. Hey, Kimberly en Melanie. Melissa. Oh. Hey, jullie houden zo van paprika's, heb ik gehoord. Oh, ik haat paprika's. Echt? Sorry. Zo smerig. Jullie zo weten dat de kijkers moeten soort van op jullie, stemmen. Dat gaat niet sorry, verkeerd. Sorry, maar... Nee, jullie zijn aan true gebleven aan jezelf. Huh? Oh. Ik ben even happy. Een happy? Ik ben even happy. Zo. Disappointed! Stel jezelf even voor. Ik ben Melissa. En ik ben Kimberly. En vertel, wat is jullie drive in het leven om elke dag op te staan? Eten. Uitgaan. Zo, hobby's. We gaan iets leuks doen vandaag. Namelijk, ik heb iets bedacht. En dat is, dat is toch wel redelijk briljant. Ik heb een challenge bedacht. Namelijk, we gaan deze hele week video's maken met tweelingen om erachter te komen hoe tweeling zij zijn. Hoe tweeling zijn jullie op een schaal van 1 op tweeling? Oh! Wie is nou wie? Ik ben Melissa. Oké, ja. Melissa. Waarom heb ik letterlijk dan hier Melanie staan? Weet je niet gewoon stiekem Melanie? Ik heb vragen voorbereid. Ik zeg bijvoorbeeld, nou ja, wie van jullie eet het vaakst een boek? En dan moeten jullie wijzen naar jezelf of naar de ander. Zeg gewoon 3, 2, 1 en dan moet je wijzen. Wie van jullie eet het vaakst een boek? Ik dus geen boek. Maar dan moet je dus wijzen als jullie zeg maar dezelfde persoon aanwijzen of jezelf of de ander. Dan heb je een punt. Ik heb 15 vragen. Ik wil dat jullie minimaal de helft goed hebben. Oké, komt goed. Zijn we ready? Zeker. Ben je fucking ready, boy? Are you ready? You ready, boy? Ready. Oké, we gaan beginnen. We gaan beginnen. Ik doe nog 1 keer even. We gaan beginnen. We gaan beginnen. Nee, dat kan beter. Okay. Wie van jullie is het grappigst? Even wachten. Ik tel af en dan moeten jullie. Ja, je snapt het spel. 3, 2, 1. Oh! Nou, leg maar uit. Ik ben grappiger. Hoezo? Ik lach om mijn eigen grap. Ja, ik lach ook om mijn eigen grap. Jullie vinden elkaar gewoon niet grappig. Tel eens iets grappigs dan. Maak me eens aan het lachen. Degene die als eerste aan het lachen maakt, die mag niet titelen. Nee, dat is heel ongemakkelijk. Ik weet niks. Moet ik even een moppenboekje erbij pakken? Ik ken geen moppen. Ik ken ook geen moppen. Je kent geen moppen? Ik ken ook geen moppen. Pak moppen. Oké, we gaan door. Wie van jullie is het sportiefst? Sportiefst. 3, 2, 1. Oké. 1 punt. Jullie hebben het gehouden. Oké, jullie zijn op dreef. Jij bent ook gewoon hier hardlopend naartoe gekomen. Ik ben gewoon de trein gegaan. Nee, maar bij een sportje. Ja, basic fit girls. Aai. Zo. We zijn strijders op die lopen. Maar jij sport ook? Ja, ik dans vaker. Oké. Wie van jullie? Oh, deze is pijnlijk. Deze wordt lastig. Gaan we naar de next level tillen, oké? Ja. Sportief, allemaal leuk en aardig. We willen smullen. Sensatie. Wie van jullie is arrogant? Sorry mensen, ik kan echt niet meer praten. Ik eet te veel paprika. Oké. Wie van jullie is arrogant? Ja, dit wordt fantastisch. 3, 2, 1. Oké! Dat vind ik goed. Dat vind ik echt dat vind ik knap van je dat je het zo kan zeggen dat je eigenlijk gewoon arrogant bent. Nou, niet arrogant. Nee, grapje. Vind je niet arrogant. Maar ik vind het goed van je dat je zeg maar het kan afwegen. Ja. Wie van jullie is het liefst? Het is gewoon in general. Dus het kan zijn dat je zo'n kat op straat ziet. Dat je echt zo, oh, laten we een kat mee naar huis zetten. Zo'n zwerfkat. Thuis komt. Dat hebben we gehad. Letterlijk? Ja. Wauw. Zwerf heet hij. Omdat we zwerfje. Oh. Ik ben te veel gefilmd. Wel zo uitgewoond. Ik dacht, echt? Heb je vet gemest? Ja. Wat een heftig verhaal. Wie van jullie is het liefst? Kan ook gewoon zijn dat je zo gaat op zo'n oud opaatje en denk je, ah, zo'n oud opaatje en een oude oma en hand in hand. 3, 2, 1. Oh! Dat is niet waar. Nee, ik ben het liefst. Ja, ga maar even liefst maken. Ik ben gewoon het liefst. Nee, dat ben ik niet. Ja, dan met een oud opaatje geholpen. Nee, maar ik maak altijd ontbijt. Ik maak jouw ontbijt altijd. Ik geef jou altijd ontbijt. Ik smeer jouw brood één keer. Heb jij haar ontbijt gemaakt vanochtend? Ik heb er net haar broodjes nog gesmeerd. Maar ik geef jou altijd ontbijt. Zij is echt veel liever. Zij heeft jouw brood gesmeerd vanochtend. Moet je respect. Nee, gewoon in het leven smeer brood van je tweelingzus. Die van jullie is het slimst. Intelligentie, mensen. Even een paar seconden bedenktijd. Oké, bedenktijd is om. 3, 2, 1. Ja. Oké. Ja. Want? Ze leert beter. Zij is 5 keer gezakt voor de scooter-examen. Oh! Oh! Yo! Nee, ja, ik kan niet leren. Nee, ik kan heel goed leren. Maar betekent dat je het slimste bent? Ja, ik neem alles ten eerste. Oké, jij bent het liefste. Ja. Ja, wie van jullie zou het eerste iets stelen? Oh, ik weet het al. Mijn kledingkast. Oh. Ik ben echt jullie relatie aan het opfokken nu. Ja. Oké, zijn jullie klaar voor? Ja. 3, 2, 1.
Ben je nou gewoon een dief? Maak je zakken leeg. Waar is mijn portemonnee dan? Je weet niet wie ik ben. Jij weet niet wie ik ben. Oké, ben je met gewoon een dief? Ik pak haar kleren gewoon altijd. Wow. Zonder te vragen. Als jij ontbijt voor haar maakt, pak jij gewoon kleren. Wil jij wel op brood smeren? Ja, is goed. Oké. Okay. Ja, dan blijf nog maar even. Crop tops die altijd. Dat is echt waar hoor. Ja, serieus? Ja. Ik vind het wel moeilijk. Volgens mij houden jullie heel veel van elkaar, maar hebben jullie het ook heel moeilijk met elkaar. Ja. Wil je erover praten? Ja. Ik ook. Ik heb ook een tweede broer. Nee. Hoeveel hebben jullie ongeveer goed? Nou, ik heb die echt bijna. Drie. Ja. Drie goed? Drie van de zes. Voor de helft. Ik vind het wel echt best wel gemiddeld eigenlijk. Wie van jullie zou het eerst iemand slaan? Maar echt meppen gewoon. Voor de mensen thuis die niet weten wat slaan is, ik zal het even ervoor doen. Hey, fuck jou man. Je moeder. Misschien zijn er mensen die weten hoe dat werkt. Maar geef even die gekke reconstructie man. Oké, okay, zijn er klaar voor? Wie van jullie zou het eerst iemand slaan? 3, 2, 1. Oh! Ja. Dat vind ik een goeie. Moeten jullie elkaar even slaan? Wil je elkaar slaan? Ja, graag. Ja, doe maar. Auw, daar heb ik plek van. Dat is echt wel een duw. Maar het was nog fout. Je hebt het alsnog opgevoerd. Nou, ja. Wie van jullie gaat het eerst trouwen? Ja. 3, 2, 1. Oh, jij wil gewoon die husband lifestyle. Je wil gewoon die kinderen. Je wil gewoon die kat. Ja, ik wil gewoon die zwerrie. Ja, die zwerrie. Die zwerrie lifestyle, man. Oké, okay, jij wil niet trouwen. Jawel, ooit als ik ben uitgefeest. Oké. Okay. Zou je... Oh, je moet eerst mijn toestemming vragen. Mag ik? Ja. Wat is het? Ben ik niet je type? Nee, ben ik een vriend. Oh, je hebt een vriend. Oh, sorry vriend. Sorry vriend van Melanie. Nice. Oké, okay, jij gaat ons eerst trouwen. Vriend van Melanie, ik zou het even... Doe even die huwelijksaanzoek. Kom op. Ja, kom op. Hey, doe even. Kom, ik wacht de hele tijd op. Tempo. Ze zitten wachten, man. Ik wacht. Wie van jullie is het snel chagrijnig? Ja. Ja, weten jullie het? Ja, we weten het. 3, 2, 1. Oh, jij bent die shaggy... Ja, shaggy girl. Ja. Hey, ik heb gewoon een kort lontje soms. Ja, dat snap ik ook. Zoals iemand je slaat zo. Ja, dat is gewoon slimmer dan je bek als je zegt niet meer uitstaat. Oh, pijnlijke. Deze video moet je niet dichter bij elkaar brengen, maar dat werkt niet. Wie van jullie zou het eerst een wild vreemde zoenen? In het geval dat je geen vriend hebt. Oké. Ja? 3, 2, 1. Woe! Oh. Hey! Oké, okay. Mannen van Nederland, pas op. Ga uit in Rotterdam. We there. Oké. Okay. Als we geen vriend zouden hebben. Dit was niet uit te leggen. Nee, maar op zich, het is beter dat je naar jezelf feest dan allebei naar de anders ander. Anders zou het zo hard zijn. Ja, nu zeg je gewoon eigenlijk zelf van ja, ik ben eigenlijk gewoon snoerie. Hoeveel staat het? Nee, maar niet zoveel. 5. Van de 5 van de 10. Maar ik weet niet of zeg maar, of het echt klopt, 5. Editor. No! Hoe heet je vriend? Rick. Zou dat naar Rick? Rotterdam, koop gewoon. Wie van jullie zou het snelste liegen? Ja. Wie is gewoon die leugenaar gewoon? Ja, dat niet? Ja. 3, 2, 1. Oh! Dat is ook niet waar. Nee, jij liegt als je barst. Jij liegt er geen. Jij liegt. Nee, alles. Ik ben echt een relatie aan het kapot maken. Bij weg. Oké, ik vind wel dat jullie kunnen er wel over praten. Ja. Nee, ik heb het net echt gewoon niet. Ik voel me echt heel ongemakkelijk. Vallen jullie ook op dezelfde jongens? Nee. Wie van jullie huilt het snelst? Ah, dat is niet makkelijk. Nee. Dan moet je even over naar Harik. Ja? 3, 2, 1. Huilen als andere mensen moeten huilen. Nee, dat is niet waar. Als je mijn blouse niet aan mag, dan ga je al huilen. Nee! Oh, ik troost je. Ja. Maar oké, okay, ik huilde ook altijd heel snel, vroeger. Maar tegenwoordig huil ik niet meer zo vaak. Eigenlijk nooit. Weet je, als ik huil, dat ik dan soms zo'n trek om uit te huilen. Oké, jij bent gewoon die tactisch. Als ik dan het blouse niet krijg, dan ga ik huilen. En dan zeg ik, oké, doe maar. Doe maar. Dan heb ik ook mijn gezin. Maar dat is echt een level gewoon. Ja. Wow. Wie van jullie stapt als eerste naar een bekend persoon op straat toe? Gewoon dat je zo ziet zo'n Marco Borsato. Wie van jullie zou als eerste zeggen... Hey Marco, mag ik even een fotootje? Dat is leuk voor de kinderen later. Dan kunnen we een leuke foto... Zo, precies op die manier. 3, 2, 1. Oké. Ja, ik zag pas Enzo Knoon in McDonald's. En toen ging ik naar hem toe. Toen zei ik, mag ik een selfie? Ach, die zien. Ja, ik zou dat niet doen. Ik zou dat ook niet doen. Nee, maar ik onderbrak hem ook gewoon onder zijn hamburger. Had je ook stiekem foto's van gemaakt? Ja. Echt? Ah, dat is de worst. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, daar is hij. Ja! Oh, lekker Enzo, wat nice. Yeah! Oké, we gaan door. Wie van jullie zou als eerste een naakt in de Playboy gaan voor geld? Echt koud over de geld. Wie van jullie zou dat het eerste doen? Doet. Maar stel dat de mogelijkheid zich zou voordoen. Ze moeten iemand kiezen. Wie zou dan als eerste zeggen, laat maar, ik doe het wel. 3, 2, 1. Oh! Oh! Dit is wel pijnlijk.
Dit vind ik top. We zouden gewoon liever samen gaan. Ja, samen. Ja, ja. Dat is gewoon... Of je zou gewoon allebei het niet doen. En dat je dan zo. Want je denkt dan zelf, ik zou het niet doen. Jij samen denkt ook dit, dan maar naar elkaar. Ja. Samen of niks. Ja. 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 Als je kijkt, het is alles of niet. Mijn lieve mensen, ik maak de hele week dus video's met allemaal tweelingen. 5 dagen achter elkaar. Tweeling. Echt niet oké. Okay. Zoveel tweelingen deze week. Echt slecht voor je wel. Maar jullie moeten uiteindelijk bepalen wie het leukste is. De leukste tweeling van Nederland. En dat doen jullie door middel van een reactietje achter te laten. Of gewoon op social media @calvijn te zeggen van hé, ik vond Melanie en Karel vond ik echt leuk. Het is trouwens Melissa en Kimberly. De kans bestaat dat je nog niet alle video's hebt gezien met alle tweelingen. Dus check ze sowieso allemaal. En als je ze allemaal hebt gezien, kun je pas een oordeel vormen. Laat dan in de reacties weten onder deze video van yo, ik vond Kimberly en Melissa vond ik vet. En zo niet dan niet. Ja, ik ben gewoon even realistisch. Ja. Abonneer trouwens ook even op het kanaal. Want ik heb bijna 600.000 abonnees. En dan weten we allemaal wat we krijgen. We krijgen dan een bruine playbutton. Die krijgt een bruine playbutton. Bruine. Dat is echt waar. Dat is niet waar. Oké, dit is de laatste vraag. Ik vind dat jullie het niet heel goed hebben gedaan. Oh, nee. Ga nog eentje doen als jullie deze goed hebben. Dan is het goed. Dan ben ik blij. Zo niet. Oh, paprika. Ik heb het nooit. Wie van jullie zou het snelst vreemd gaan? Dit gaat jullie relatie echt destroyen. In het geval dat jullie allebei een vriend zouden hebben. Dat in het geval dat jullie allebei een vriend hebben. Dus zeg maar nu. Ik weet dat dit lastig is. Ja. 3, 2, 1.